Controle persoonsgegevens belangrijk voor deelnameverkiezingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vrijdag 14 februari het officiële startsein gegeven voor de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijst. Dit gebeurde bij de busterminal 2 te Onderbong. De wettelijke terinzagelegging is vastgelegd in de kiesregeling artikel 16 lid 2. Burgers kunnen tot en met 14 maart 2020 hun persoonsgegevens controleren op juistheid bij de districtscommissarissen, de bureaus voor burgerszaken en de 378 mobiele units. Minister van Binnenlandse Zaken ad interim Stephen Tsang gaf aan dat zowel de overheid als de burger de plicht heeft om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de verkiezingen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.